Vandaag laat ik je zien hoe je spitskool snijdt. En gaan we een lekker recept in maken. Als eerste snij je, halveer je de spitskool één keer. Zo, kijk. En dan haal je de harde kern dit stuk eruit. Dat is niet zo lekker. Snij ik gewoon heel makkelijk zo eruit. Een veetje. Kijk, dat heb je het al. Stel je hebt een spitskool, de buitenste groen is niet zo mooi. Dan haal je het buitenste af. En de rest kun je heel goed gebruiken. Allemaal van daar tot daar. Je kan het ook iets dikker snijden, maar ik vind zelf fijn gesneden alles hier. Ik doe er wat knoflook, gember en rood pepertje door. Wat ga ik knoflook doen? De weinig goed waarbij ik het wel lekker vind als er wat langer gebakken wordt.